Brazil is taking up this challenge shows its ambition. Even after years of growth, it wants to develop more. Hosting the World Cup in 2014, then the Olympics in 2016. Uw tweede bezoek binnen één jaar. Dat wil wat zeggen over de betrekkingen met Brazilië. Ja, dat wil zeker wat zeggen. Nederland en Brazilië hebben goede relaties, zowel politiek als economisch. Die gaan ook al eeuwen terug. Maar Brazilië is natuurlijk ook een land dat groeit, waar de middenklasse steeds groter wordt. En waar Nederlandse bedrijven veel toe te voegen hebben. En dat is een reden om er regelmatig naartoe te gaan. Het afgelopen bezoek, de handelsmissie, heeft aardig wat opgeleverd. Dat klopt. Bijvoorbeeld een van de grootste orders in de geschiedenis van IAC Merwede voor 1 miljard. 9 schepen gaan zij bouwen voor Petrobras. Morgen vertrekken we weer naar de hoofdstad Brazilië. Vooruitlopend, u gaat daar twee intentieverklaringen tekenen. De eerste verklaring gaat over samenwerking op het gebied van het voorkomen van rampen. Nederland weet hoe het moet leven met water. Brazilië leert hoe het moet leven met water. En mijn collega Schultz van Hagen is hier eerder geweest. En uit die contacten komt een verregaande samenwerking. Wij willen heel graag onze kennis en expertise op dat gebied delen met de Brazilianen. Maar ja, buitenlandse handel zijn binnenlandse banen. Dat geldt voor Brazilië, maar dat geldt zeker voor Nederland. De olie- en gassector in Brazilië is heel erg belangrijk. Daar hebben Nederlandse bedrijven natuurlijk veel ervaring, veel expertise te brengen. Maar ook als het gaat om logistiek en infrastructuur. Ik hoor hier toch steeds dat er veel uitdagingen zijn op het gebied van infrastructuur. Natuurlijk rondom de twee grote evenementen die er aankomen. Wereldkampioenschap voetbal, Olympische Spelen. Maar ook in het algemeen. Maar 20% van de mensen in Rio de Janeiro maken bijvoorbeeld gebruik van openbaar vervoer. En als je ziet hoe druk het hier is, zou dat meer dan 50% moeten zijn. Nou, dat is nu typisch een van die sectoren waar men heel graag de expertise van Nederland verwelkomt.